motherfucking life I lead. Shit. Hella motherfucking roadblocks and crooked cops. We still ride though. West side. I want money in large amounts. My garage full of cars that bounce. Moving my tapes in major way, cause every dollar counts. Busted jealousy, half these niggas is pumps. They running off at the mouth till I fill it up with my pump. They jump my automatic, keeping wary while you fronting like you really badass. Nigga, you scary. I've been knowing you for years. We was high school peers. Junior high, I was itching to kill. And you was ready to die while you bullshitting niggas was dying and catching cases. Busting my automatics at motherfuckers in foreign places. Leaving no break, they see my face and they worry. Bitch dying in a hurry, still I ride. I'm never worried, Mr. Machiavelli tell me to ride. And I'ma ride, pick my enemies out the crowd. And motherfuckers die, it's not the way I wanna live. My nigga, it's how it is, homie got into a fight. Last night they killed his kids, in this life I live. People currency, get high off weed. Collect G's, make my enemies bleed. When you see me, nigga, holla my set. And watch him ride, outlaw motherfuckers till we die. In this life I lead, people currency, get high off weed. Collect G's, make my enemies bleed. When you see me, nigga, out of my set and watch him ride out, Lord, motherfucker. Allicht. Weet je nog steeds wat ze zeggen in de velden? Ja, maar je weet wat ze zeggen in de velden. Je weet wat ze zeggen in de velden. Ja, man, je weet wat ze zeggen in de velden, man. Ja, man, je weet wat ze zeggen in de velden, man. Ja, man, je weet wat ze zeggen in de velden. Ja, man, je weet wat ze zeggen in de velden. Ja, man, je weet wat ze zeggen in de velden. Ja, man, je weet wat ze zeggen in de velden, man. Back at it again, we zijn er weer. Nou, het volgende boekje. Het is best wel een dun boekje. Christen en yoga. Schrijfster Basilea Slink. Heel klein, dun boekje. Ik heb het gekregen van een collega van mij. Ik zal het nog teruggeven, moet ik nog doen. Ik heb het nooit gelezen, nooit. Ik vind het best wel jammer van mezelf. Kinderachtig. Echt kinderachtig. Gimas! Dat is het eerste boek. Van diezelfde collega heb ik ook twee andere boekjes gekregen. Reiki Unmaskered. Schrijver Frits A.J. van Dam. Ik ga lees even de achterkant voor je hoor. Ik weet niet waar het over gaat. En op de voorgrond tredende stroming in ons land is Reiki ook wel Reiki zijn. Slechts door handoplegging biedt deze beweging de mensen troost. Het unieke verlossingswerk van Jezus Christus, Gods Zoon, trachten ze te verdoezelen. ik zat even vast, man. Ik wilde iets zeggen, maar ik besloot om niks te zeggen. Ik zat even vast, man. Ik lees die zin even opnieuw. Het unieke verlossingswerk van Jezus Christus, Gods Zoon, trachten ze te verdoezelen. Het is een tweewegen leer, waarbij de liefde van God voor de mens door vergeving van zonden, genezing van ziekte en bevrijding van gebondenheid wordt vervangen door zelfgerichtheid. Het zien op jezelf. Jezelf behandelen en dat slechts door handoplegging. Maar God heeft de antwoord. Tijd om Reiki te ontmaskeren. Dat is best wel interessant, hoe ik het zo hoor. Godsdienst gerelateerd. Ligt eraan of je gelooft. Ik geloof wel en niet. Ik geloof namelijk wel aan het universum. Ik weet niet of ik geloof of God bestaat. Daar ben ik nog niet over uit. Die zoektocht ben ik voor mezelf nog aan het uitvogelen. Dus daar kan ik momenteel niet echt op antwoord op geven. Dat is het tweede boek wat ik van dezelfde collega heb ontvangen. Het derde boek is Ziek. Naar een magnetische. Schrijfster Els Nannen. Mag een christen naar een magnetische gaan en verwijzen? Het zijn vooral drie boeken die godsdienst gerelateerd zijn. Die collega die me heeft gegeven gelooft ook in God. Dus ik begrijp het wel. Dat moet ik ook nog lezen. Dus ja, het gaat vooral over God en de zoektocht. Als christen zijnde en of je nou magnetisch mag gaan en verwezen mag worden. Daar gaan we dus over. Nou, dat zijn de drie boeken die ik heb gekregen van een collega. Collega, als je dit mag zien, dankjewel. Dankjewel, je krijgt het nog van me. Zeker. We gaan het lezen. Mijn kit is. Volgende boek. Ik probeer die vlog zo kort mogelijk voor je te maken, maar ik heb veel boeken toch. De vlog gaat iets langer duren dan
dan normaal. Maar ja, ik hoop dat je dat niet erg vindt. Het is alleen voor je eigen bestwil. Zelfontwikkeling is belangrijk. Goed, we gaan naar het volgende boek. Wereldwijd 60 miljoen exemplaren verkocht. Originele uitgaven. Denk groot, word rijk. Oftewel, voor de kenners die dit boek kennen, Think and Grow Rich, de Nederlandse versie. Schrijver Napoleon Hill. Dit boek kan een miljoen waard zijn, zoals onderin wordt omschreven. Het boek moet ik ook nog lezen. Ik moet bijna alles lezen. Bijna alles even opnieuw, gewoon voor mezelf even, weet je. Dit boek gaat over geheimen, over geld verdienen waarmee u uw leven kunt veranderen. Ontdek het geheim van succes, denk groot en word rijk. Biedt u de subtiele wijsheid van bijzondere mensen die grote prestaties hebben geleverd en daardoor rijk geworden zijn. De magische succesformule van Andrew Carnegie was de directe inspiratie voor dit boek. Als u de eenvoudige basistechnieken uit dit boek leert toepassen, zult u het geheim van echt en blijvend succes ontdekken. Mm-hmm. En u zult alles krijgen wat u in dit leven maar wilt hebben. Dit boek kan een miljoen waard zijn. Staat zowel op de voorkant als op de achterkant. Oh. Interesting, interesting. Nou, ik geloof niet echt in een succesformule of zo. Ik denk wel dat die er is. Maar ik neem aan dat die succes, als die bestaat, zal het gewoon zijn uitvoeren. Actie, gewoon uitvoeren. Wat je ook wil doen, elke dag put in the work. Weet je. Outwork de rest. Dus werk harder dan de mensen in de kamer. Weet je, werk zo hard. Maar ook efficiënt. Een hard werken heeft geen nut als je niet efficiënt werkt. Heeft geen nut. Dus ja, word je ook voornamelijk geleerd om groot te denken. Weet je wel, belangrijk. Niet klein denken, niet in hokjes. Dat is heel belangrijk, mensen. Dus wees wel met mensen in je omgeving die ook groot denken. Anders ga jij je droom niet bereiken. Als je met small-minded people in je omgeving blijft. Maakt niet uit of het je beste vriend is of je day one. Dat gaat niet werken. Zal je nooit je doel bereiken. Volgende. Neem dit. De Wolf op Wall Street. Jordan Belfort. De werkwijze van de wolf. Ik weet niet of jullie die film kennen. De Wolf op Wall Street. My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made $49 million, which really pissed me off because it was three shy of a million a week. Leonardo DiCaprio speelt erin. Hoofdacteur. De werkwijze van de wolf wordt de expert in overtuigen en verkopen. Dit is ook een goed boek. Boek. Ik wil zeggen bok. Zomaar. Kimas! Verkopen is alles in het leven. Sterker nog, of je bent aan het verkopen of je krijgt niets gedaan. Dit boek biedt een methode waarmee je de kunst van het communiceren onder de knie krijgt en waardoor je een leven kunt leiden waarin je het veel meer voor het zeggen hebt en waarvan je het heft in handen kunt nemen. Jordan Belfort, de wolf van Wall Street, kan overtuigen als de beste. In dit boek onthult hij de methode achter zijn ongekende verkoopsucces, of je nou wilt leren verkopen, onderhandelen, ondernemen of spreken. Belfort laat zien dat overtuigen iets is wat je kunt leren. Dat is nuttig voor werk en privé. Met zijn stappenplan uit de werkwijze van de wolf kan echt iedereen leren verkopen en overtuigen en in succes binnen handbereik. Dus heel simpel, korte samenvatting, kopen of verkocht worden in deze wereld. Zowel werk als privé kun je allemaal toepassen, heel handig, weet je. Verbeter je overtuigingsskills als je iemand moet overhalen. Dus goed pitchen, vooral goed pitchen. Heel handig. By the way, een pitch is een verkooppraatje. En pitchen is gewoon iemand overtuigen. Dit boek is ook zo mooi, jongen. Tijdje terug ook gelezen, 2 jaar terug of zo. Ik hou van dit boek, maar dit sluit echt bij mij aan als persoon zijn. Het zit in mijn karakter. Van, ik ben van mezelf ook gewoon nonchalant. Dat weet ik, ik ken mezelf. Mooi boek, man. Mooi boek. Moet het weer opnieuw lezen. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Je hebt ook een Nederlandse variant, maar ik heb voor de Engelse gekozen. Number one international bestseller. A counterintuitive approach to living a good life. Mark Ransom is de schrijver. Nou, in dit boek wordt vooral verteld, namelijk, in dit boek wordt voornamelijk beschreven dat we ons te druk maken om zaken die niet toedoen. Net als energie, weet je. Dus ik geef fucks om het zo te zeggen, om dingen, om kleine zaken, of bijvoorbeeld
Dat je niet de juiste melk hebt in je koffie of wat dan ook. Daar geef je te veel energie aan uit. Weet je? Het beste is om helemaal geen fuck te geven, zoals dit boek zegt. En als je fucks geeft, dan moet je wel, zeg maar, fucks geven om dingen die ertoe die doen. Zeg maar, wel je energie, tijd en moeite in zaken stoppen die je wel toe doen, die echt relevant zijn. Dus dat wordt in dit boek omschreven. En onze grootste angsten, weet je wel, waar we bang voor zijn, waar we voor wegrennen. Dat wordt ook mooi omschreven in dit boek. In leven, ik ga het even voor je vertalen, we hebben een beperkt aantal fucks om te geven. Zo, je moet je fucks wel goed kiezen. Zorgvuldig uitkiezen. Dus kort gezegd, kies zorgvuldig uit waar je tijd en energie in stopt. Of er nou mensen zijn of situaties of bepaalde ervaringen. Kies je dingen zorgvuldig uit en controleer je emoties. Dat wordt gewoon verteld in dit boek. Ik zou dit boek aanraden. Zeker. Zo word je ook veel rustiger in je hoofd. En je bent ook wat vrijer in je hoofd, weet je wel. Doordat je steeds denkt wat mensen drinken. Of je maakt je druk om anderen, weet je wel. Om andermans mening. Dat is niet relevant. Dus lees dit boek voor de mensen, weet je, die zich te druk maken om anderen. Of die bang zijn om een nieuwe stap te nemen in het leven. Stel jij wat rapper worden of wat dan ook. Go for it. Is niet bang voor andermans reactie. Want zij gaan je rekeningen niet betalen. Weet je, ze gaan niet betalen. Koop het boek. Ik ga deze vlog sowieso een 2 of 3 delen maken voor je. Want ik zie nu al dat ik over de 23 minuten zit aan beeldmateriaal. Dus ik ga hem lekker in 3 delen voor je maken. Helemaal goed. Even kijken. Het volgende boek is Wat mannen niet aan vrouwen vertellen. 8 geheimen om het hart van een vrouw te winnen. Mannen. Luister goed. Op je oren goed. Ik hoop dat ze schoongemaakt zijn. Luister goed. Time to pay attention. Schrijfster en schrijver Gigi Sage en Makena Sage. Ik lees even de achterkant hoor, zo voor het makkelijker. Het eerste relatieboek speciaal voor mannen en waar je als vrouw ook wat aan hebt. Dus vrouwen, dit is ook voor jullie handig. Meisjes, dat is ook voor jullie handig voor later. Ontdek dat vrouwen helemaal niet zo complex zijn als ze zelf doen verschijnen. En vergeet de vergeet de mythe dat ze willen dat je naar hen luistert. Vergeet dat. In haar bestseller Hallo Tarzan onthulde mannenfluisteraar Gigi Sage hoe vrouwen het beste met mannen kunnen communiceren. Dus dat was de bestseller, Hallo Tarzan, van Gigi Sage. Nog niet gelezen, maar ik ken het helemaal niet. In dit boek draait ze de rollen om en verklapt ze hoe mannen het hart van een vrouw kunnen veroveren. Dit boek leert je 8 stappen om beter met vrouwen om te gaan, zowel in je relatie als in je professionele leven. Hoe trek je als man het beste uit de aandacht van een vrouw? Hoe versier je een date? Hoe maak en houd je een vrouw gelukkig? En hoe behoud je je vrijheid zonder je relatie te verliezen? De laatste punt, de last part though. Belangrijk. Belangrijk. Gigi Sage coacht al meer dan 20 jaar vrouwen en mannen, zowel thuis als op de werkvloer. Ze werkt op grote bedrijven als JP Morgan Chase, Shell en IBM. Ze schreef dit boek samen met haar dochter Makena Sage. Tips, adviezen voor mannen, voornamelijk mannen, maar ook voor vrouwen. Hoe je het beste indruk kan maken, je hebt het gehoord. Als je daar moeite mee hebt, als je daarmee struggelt, hoe je op een man of vrouw moet afstappen, koop ook dit boek. Vrouwen niet aan mannen vertellen. Goed boek. Goed boek. Volgende is wel een klassieker voor de 90s baby's onder ons die dit kennen. Jullie kennen het vast wel. Jullie moeten het kennen. Heet, voor de mensen die geboren zijn in de 21ste eeuw. Voor jullie is dit niet van belang, want jullie kennen kippenvel niet. Kippenvel. Het spook bij de buren. Oh, kippenvel was leuk. Het kwam ook vroeger op tv. Voordat jij was geboren. Leuk man, leuk. Kippenvel zijn eigenlijk horrorverhalen. Dat is ook een horroranimatie. Kom op tv. Dat is leuk man. Als klein kind zijnde maakte het je altijd bang vroeger. Altijd leuk om te kijken. Ik wist direct hoe laat het kwam. Speciaal daarvoor voorbereid. Vrijnemen. Niemand stoort me. Kijk het direct. Deze editie gaat over de... Dat het spook bij de buren. Schrijfster is R.L. Stine.
De witte gestalte zweefde geruisloos naar haar toe. Chantal probeerde weg te komen. Ze had het zich niet verbeeld. Hij bestond echt. Ze keek opzij en zag dat hij zijn stakerige armen uitstrekte. Chantal hijgde van angst. Haar benen werden plotseling loodzwaar. Ik kan niet bewegen. Dacht ze. Een golf van paniek overspoelde haar. De spookachtige schim vloeide over haar heen. Chantal voelde plotseling een snijdende kou. Chantal, fluisterde hij. Chantal, kom schatje, kom. Sorry, man. Sorry, man. Ik kwam weer Joseph op zo. Sorry. Sorry, man. Hey. Sorry, man. Sorry, hè. Snap je? Hey. Sorry, man. Sorry, hè? Sorry, hè? Sorry, man. Hey, ik ben gek, man. In ieder geval een leuk griezelig boek. Een spannend verhaal, goed verhaal. Die grapjes maak ik wel eens vaak met mijn vrienden. Van, hey, eng, het is gewoon het donker. Van, als je iemand ziet in het donker of zo. Of als je een dame ziet in het donker. Zat je kok. Dan ben je niet goed in je hoofd, man. volgende boek. Let me get this. Deze gaat over social media. Om je skills te verbeteren op het gebied van social media. Weet je wel? Hoe je account beter kan beheren. Hoe je meer volgers kan genereren enzovoort. Social media expert in een week. Mm-hmm. Binnen een week kun je al een social media expert zijn. Schrijver Jeroen Bertrams. De opkomst van social media biedt grote kans voor mensen en bedrijven. Facts. Zeker facts. Social media groeit te snel. Dat is heftig. Het gaat zelfs... Het sociale web is een ongekende kennisbron die kan helpen bij het verbeteren van producten, diensten en proposities. Dankzij nieuwe vormen van communicatie, marketing en verkoop kunnen bedrijven razendsnel hun bekendheid vergroten en omzet verhogen. Lens. Met simpele trucs kunnen zowel de eigen website als profielen op sociale netwerken uitgroeien tot plekken waar waardevolle interactie tot bloei komt. Nou ja, je hebt interactie via social media, maar in het echt lijken we steeds meer te verliezen. Dat is een beetje jammer, maar goed. Op het gebied van social media, als jij jezelf wilt verbeteren, als je meer volgers wilt genereren, of het nou op Facebook is, of op Twitter, of op Instagram, koop dit boek. Schrijver Jeroen Bertrams, koop dit boek. Bol.com. Meestal heb je dan wel binnen een dag. Harry Potter en de geheime kamer, Mr. Potter, Harry Potter, Mr. Potter, Harry Potter, Mr. Potter, Harry Potter, Harry Potter, Mr. Potter, Harry Potter. Ze hebben ook gewoon boeken van elk deel. Het is maar wat je prefereert. Ze gaan diep in het leven van Escobar, weet je wel. Die waarschijnlijk doet zijn zoon ook nog het verhaal. Want we haat de zoon, weet je wel. Het is best wel een indrukwekkend verhaal. Maar ja, er zijn natuurlijk veel meningen over.